Filstering drop. Hallo iedereen en welkom terug bij video nummer 6 van mijn Let's Play Mario Kart 8 Deluxe videoseries. Tijdens deze video spelen we met het karakter Donkey Kong zoals ik beloofd heb. En we spelen in dit geval door de Crossing Cup heen, als ik het goed uitspreek. Vergeet ook vooral niet om je te abonneren als je up-to-date wil blijven van al mijn video's en al mijn content die ik upload. En als je commentaar hebt of reacties op wat voor vorm dan ook, vergeet er vooral niet om het in het commentaarveldje beneden te benoemen. Goed, we bevinden ons nu, net als de eerdere 5 video's, op het hoofdscherm. En we klikken nou op Grand Prix. Op 50cc. Ik heb Donkey Kong en de Crossing Cup al goed gezet. Dus dan maakt het wat makkelijker om de video in te gaan, uiteraard. Dus, ik ben heel benieuwd hoe het gaat, uiteraard. Zoals in de laatste 3 video's ook is gebleken, deze heb ik nog niet zoveel gedaan, dit soort cups. Dus, het is voor mij ook wel weer een openbaring. Even een kleine uitzicht over de baan. Let's go! Lol, lijkt een beetje op een bongo. En off we go. Wat een drukte in die muziek. Wat een beetje moeilijk gezopen heb achter hier. Shit. Oké, ronde 2. Dus er blijkt er een hele korte ronde. Of race. Shizzle. Oké, dit is inderdaad een kortere race met meerdere rondes. De muziek gaat wel geleidelijk aan steeds sneller. Inkt op het scherm, sorry jongens, heb ik geen last van, maar kan het zicht voor jullie wat belemmeren volgens mij. Wie kan zich de oudere Mario Kart trouwens nog herinneren? Laat dat vooral weten in de commentaar beneden. Ik heb zelf voor als tiener heb ik Mario Kart DS gespeeld. Dat was de eerste Mario Kart voor op de DS. Dat was echt groundbreaking. Om dat echt te kunnen spelen. Zeker als je dan op een gegeven moment erachter komt dat je ook online kan racen met via Divi-netwerk. Verloor wel 9 van de 10 races, laat ik eerlijk zijn. Maar het was echt groundbreaking. Volgens mij wel wat hand weten te leggen op de Nintendo 64 versie toen. Ah, dat was echt verslavend. Ja, laat vooral weten wat jullie Mario Kart ervaring is geweest. Daar ben ik erg benieuwd naar. Uh-oh. Pak hem. Goed, dat is goed. Gaan wij er vandoor. Maar shit, ik zeg, we gingen er vandoor. Shizzle. Goed zo, pak hem. Niet mij. Ik heb wel eens gehoord over de GameCube variant van Mario Kart. Dat was zo met duo's volgens mij. Mario en Luigi als één duo of zo. Donkey Kong en Bowser. Daar heb ik nooit heel veel aandacht aan besteed. Want ik had geen GameCube. Nice. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen hierin. Van de Mario Kart games. Dus laat het vooral weten. Bezig met herkennen. Intling 2. Intling meisje 2. Bonse, Mario, 3, Donkey Kong, 3, Mario, Donkey Dorpen. Nou ja, dit was ook wel echt wel een baan van de categorie kloten. De baan werd ook steeds kleiner, heb ik het idee. En de projectielen werden steeds talrijker. Maar goed, dat, hopelijk kunnen we dit fixen in de opkomende race. Die was niet heel gracieus, maar had beter gekund.
Kijk aan jongens, een grote boze gorilla komt eraan. Donkey Kong blij, volgens mij. Nice. Hold up. Eerder tijd op mij schieten. Maar hopelijk gaat het, volgens mij gaat het nog wel oké. Okay, dacht ik. Zonder mijn dingen tegen de muur. Maar goed, dat hindert niet. Oh nee, niet nog een schild. Hey Bowser. Partner in crime. Maar dikke rivalen hier volgens mij op de baan. Dikke rivalen pas van dikke vrienden. Goed. Oh, bommetje. Oh shit, precies over de finish. Damn it! Ah. Get alive. Maar dat hebben wij dus ook niet verbaan. Of wij schieten ook op tegenstanders, dus dan is deze claim ook niet helemaal eerlijk. Hey, precies in de gat. Lol. Ik heb zelf wel een beetje het gevoel dat Donkey Kong en Bowser allebei wel heel goed zijn in... Hey, Mini Kong. Goed zijn met snelheden, maar ze moeten die snelheid wel kunnen behouden. Dat is wel een dingetje. En het allebei lijken we het niet heel goed te doen met projectielen ontwijken. Dat bedoel ik. Het gaat niet heel lekker, maar goed, dat... Maar we zijn niet klaar. Ik bedoel, ik vind het op zich wel lekker om de race überhaupt te kunnen voltooien. Even kijken. Hoe doen we het? Bezig met herkennen. Race Donkey Kong, Bowser, Mario. Zo slecht doen we het helemaal niet. Daar ben ik wel heel blij mee. Very nice. Oké, dames en heren, op naar race nummer 3. Laten we hopen dat we deze prestatiegolf kunnen volhouden. Bowser liep in het vorige deel op eieren. Zie voor referentie naar deze grap video nummer 5 in deze playlist. En Donkey Kong die mikt continu op de roos. Dus dat gaat not too bad. Ik heb ook wel heel veel andere dingen van plan met dit kanaal. Dat wil ik wel volgens in deze video ook een beetje gedekt opstellen. Madden 20 en Madden 21. Ik heb Madden 22, het meest recente deel,
Wel geprobeerd, maar tot op heden vind ik het tegenvallen. En dat heeft niet zozeer te maken met de gameplay. Dat zal ik ook allemaal wel zeggen in de Madden video's hoor, een bit. Maar qua toegankelijkheid wordt er gewoon te veel vermeld, waardoor je gedeelte van het commentaar mist. En er zijn continu knoppen waarop je moet drukken. En als je gewend bent op een te oude manier te spelen, dan is dat best irritant. Want ja, dus daarom zal ik me in de toekomst ook leggen op Madden 20 en 21, tenzij die too much information in 22 wordt gefixt door EA Games. En ik kijk vooral ook heel erg uit naar wanneer eventueel Mario Kart 9 komt. Want nu ze in 8 de luxe rijassistentie hebben ingebouwd, ben ik ook heel benieuwd wat ze in deel 9 of ze dat gaan behouden. Dan komen er uiteraard ook een videoseries van alle mogelijke cups met een karakter wat toch wel bekender is. Dus ja. Waarom rij je zo irritant voor me? Dan rij je van links naar rechts. Hoppa, nog wat inkt. Why not? Hey, Minikong. Tweede keer deze race volgens mij. Is je schat eruit, die klein is. Het zijn niet bepaald de meest gracieuze landingen voor een aap, maar wie ben ik om daarover te oordelen? Ik bedoel, als ik zulke landingen zou maken, dan klappen gelijk de benen onder mijn reet vandaan. Dus in die zin wil ik daar niet over oordelen. Lol. Blije Donkey Kong. Hell yeah. Ik val mijn controle niet van mijn knie af. Mag ik die dadelijk eerst gaan zoeken? We're doing good, we're doing good. Hell yeah. Ik ben over dit kampioenschap niet heel ontevreden. Even een kleine blik over de racebaan. Dat jullie vast een idee hebben waar ik met de kampen ga krijgen. ik zie het op de baan wel. 3, 2, 1. Oh, mooie muziek dit. Fucking nice. Nee. Oh, godzijdank. Ik vind het een heel rustgevend muziekje dit. Ik heb een beetje het gevoel dat het een kerstlandschap is om een of andere reden, met als ik die muziek hoor. Oh, geen bonus. We hebben geen bonus. Dus we kunnen ook de tegenstanders niet van de baan knallen. Het wordt bijzonder zen van dit muziekje, echt waar. Raak, nice. Ik ben wel gelijk stil, maar so be it.
Nice. Vangen heel anders, een bananenschiller. Dat kunnen we niet laten vangen. Heerlijk rustgevend. Beetje stoeteren naar links. Alleen die beantwoord. Waar is de sociale controle op deze baan? Dan halen we het zo af. Dat was alleen mis volgens mij, maar goed. Dat we hopen dat we de eerste plek kunnen behouden tijdens deze race. Of in elk geval minimaal het kampioenschap. Want het is dan wel weer een leuke gouden beker in de verdienerkast. Ik ben alleen benieuwd hoe de karakters waar we nu mee hebben gereced, dat dan met elkaar gaan uitvechten wie welke beker op welk moment mag meenemen. Maar dat is gelukkig mijn zaak niet. Ik race slechts met de karakters, dus ik vecht ze achteraf maar gewoon lekker met elkaar uit dan. Ik zit dus voor de muntjes en de eer om dat we de karakters hebben gemanaged. Dus althans gemanaged, bestuurd in elk geval. Oh, oh nee, niet net voor de finish. Ach, yes. Ik durfde te denken dat we vlak voor de finish nog even neergehaald werden. Maar het... het had zo moeten zijn. Kijk hoe we staan. Mario, Donkey Mario, Donkey Mario. Nice. Oké, okay. Even dit kampioenschap bijdragen. Even kijken, een stukje kijken naar de herhalingen. En dan uiteindelijk de uiteindelijke stand bekijken. Ik heb het idee dat we eerste zijn gefinished, dus dat is super fijn. Oké. Okay. Let's take a look, look. Bezig met herkennen. Rate 2, I, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9, Donkey Kong. Ja, Donkey Kong, yes. Hell yeah. Eerste gefinished. Zet hem erbij in de verdienerkast. Gotcha. Very nice. Nou ja, hoe dan ook. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En in het volgende deel, deel nummer 7 inmiddels, wil ik gaan racen met Yoshi. Dat kan uiteraard nog veranderen qua plan, maar de planning voor nu is Yoshi. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En als je deze video of deze playlist of kanaal leuk vindt, vergeet dan vooral niet op die groene duimpjes te klikken. Je te abonneren, dit te delen met kennissen, vrienden, collega's en familie. Alle kleine beetjes helpen uiteraard. En als je reacties wil achterlaten op deze video, vergeet dan vooral niet dat dit onderaan kan bij het commentaarveld. Goed, ik ga er vandoor nu. Ik spreek jullie allemaal de volgende keer weer. En tot de volgende video van Mario Kart of andere video's op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Stop, 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 stop